Onderaan een berg stond een grote groep mensen. Ze luisterden naar Jezus, naar zijn boodschap. Hij zei: het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben, want God zal hen troosten. En hij zei: je moet van je vijanden houden. Bid voor de mensen die je slecht behandelen. Wees goed voor iedereen. De woorden van Jezus maakten diepe indruk. Steeds meer mensen zagen in hem de nieuwe leider. Er kwamen ook slechte mensen naar Jezus luisteren. De tegenstanders van Jezus klaagden daarover. Ze zeiden: Jezus gaat om met slechte mensen en hij eet zelfs samen met ze. Maar Jezus zei: stel dat je 100 schapen hebt, maar je raakt er 1 kwijt. Dan ga je dat ene schaap toch zoeken? Je laat de 99 andere schapen achter in het veld en je gaat het ene schaap zoeken totdat je het vindt. Als je het schaap gevonden hebt, draag je het op je schouders naar huis. Thuis roep je: laten we feest vieren, want ik heb het verloren schaap gevonden. Zo is het ook met God. Hij is heel blij met 1 slecht mens die zijn leven verandert. Meer nog dan met 99 goede mensen die hun leven niet hoeven te veranderen. De tegenstanders van Jezus waren niet onder de indruk van zijn verhaal. Ze vonden dat hij leugens vertelde over God. Ze bedachten een plan om hem in de val te laten lopen.